We staan op camping Dennenhoek. Dat is in Hierde. En hier heeft een incident plaatsgevonden. Er heeft een schermutseling plaatsgevonden tussen drie personen. Daar is waarschijnlijk een steekwapen bij gebruikt. Er zijn drie personen ook gewond geraakt. Waarvan één wat zwaarder als de andere twee. Alle drie de betrokkenen worden ook als verdachten aangemerkt. En zijn wel naar het ziekenhuis gebracht, maar daar ook aangehouden. Nou, hier op locatie gaat nog sporenonderzoek plaatsvinden, dus het technisch onderzoek. En daarnaast proberen we ook nog tactisch onderzoek te doen. En dat samen moet duidelijk, of in ieder geval mogelijk duidelijk worden wat hier is gebeurd vanavond. Thank you.